allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Kiki en ik gaan vandaag de pizza challenge doen. Ja, we hebben hier een pizza bodem liggen en in de pot zitten allemaal ingrediënten en die kunnen lekker zijn of heel vies. Dus zo stellen we onze pizza samen en we moeten natuurlijk ook proeven. En ik ben super bang dat mijn pizza echt vies wordt. Ik weet zeker dat mijn pizza echt, dat was echt iets voor mij natuurlijk. Dat is gewoon, ja, dat gebeurt altijd bij mij. Wie gaat eerst? Nee, ja, nou, jij mag zeker wel dat ik dit deed. Nou, oké, ik ga weer eerst. Koekjes? Koekjes? Oké, dit gaat heel raar worden. Oh, jappie. Als je het nou kruimelt zo erop, dan is het niet zo erg. Slim. Leuk, schat. Ik zei toch dat mijn pizza vies zou worden. Vlokken! Dat is niet zo erg op je pizza, denk ik. Toch? Oh, lekker, lekker veel. Salami! Dat is wel lekker. Ja, goed gepakt, meisje. Chips. Chips achterover. Blauw. Niet! Nee! Ik denk niet dat dat heel vies is met die salami. Nee. Champignons. Oh, lekker! Dat vind ik echt heel vies. Oh, ik hou echt niet van champignons namelijk. Appelmoes! Oh. Ik zei het, hè, jongens. Het gaat een gore pizza worden. Peper! Oh, lekker spicy. Oh, maar dat vind ik niet zo erg. Ananas! Nou, dat is best lekker. Oh, dat is zo lekker. Ja. In die appelmoes. Paprika! Lekker. Zure matte! Je hebt het niet zo goed getroffen. Oh, why? Ik ga gewoon een kunstwerk maken. Ja. Dadel. Het ziet er ook. Ik ga gewoon expres een stukje eten waar geen dadel op zit. Leverworst, maar dat is niet vies. Maar hoe ga ik dit hier op smeren dan? Gewoon, ja, gewoon een beetje part. Ja, zo. Yeah, lekker in de vlokken en zo. Dit waren alle ingrediënten. Ik denk dat jouw pizza oprecht nog best wel lekker is. Dat het gewoon, weet je, met de chocola en zo. Ik denk dat het nog best wel lekker is. Ja, ik denk ook dat die voor jou echt. Ja? Zullen we ook van elkaar gaan proeven? Ja, dat vind ik wel. Ja, dat moeten we wel doen, toch? Ja. Welke pizza denken jullie dat het. Lekker nog een beetje normaal is om te eten. Laat even weten. Oké. Okay. Het lijkt gewoon alsof het een hoopje van de grond is gepakt en op een pizza is gelegd. We moeten ook nog avocado erop doen en Kiek moet er nog chips op doen. Zo, nou. Kiek, ik denk dat jij er volgens mij heel veel zin in hebt. Nee. Mee. Proef je ook alles of proef je één ding? Oh, ik proef het wel allemaal. Oh, lekker. Ze nemen echt een grote hap, hè? Mam, ik proef alleen kaas en ananas. Dat is lekker. Ja, want anders vind ik het niet eerlijk als ik het er niet op heb geproefd. Oh, dat is niet lekker. Oh. Heel hard en nog steeds heel zoet. Gewoon niet lekker. Nee. We gaan nu ook de pizza van elkaar proeven. Mm-hmm. Succes. Ja, ja. Thanks, hey, joh. Raar, hè? Ik proef altijd door elkaar. Ja, zie je? Leverworst, chips, paprika. Ik zal je dit niet aanraden, zeg maar. Het ziet er ineens zo. Ja, oké. Okay. Oh, dit is gewoon lekker, maar dit is gewoon kaas en. Ja. Ja, kijk, maar dit is vies. Als je dit erbij doet, dan is het niet lekker. Nee, dus dat ga ik ook niet doen. Nee. Dus dat moest stukjes koek. Maar dat heb ik nog niet geproefd eigenlijk. Heel erg bedankt voor het kijken naar de video. Laat ook nog even weten welke pizza jullie nou echt willen proberen, zeg maar. En wat jullie er vooral ook op bui willen doen.
Ja. Denk aan, weet ik veel, misschien Oreo koekjes of zo. Paprika chips of andere chips of zo. Dus laat het me weten, ben benieuwd. Ga ik de reacties lezen. Doei! Oh ja, en volg ons natuurlijk ook op Instagram, Snapchat, YouTube. Abonneren, liken, delen. Alles. Doen. Doei! Doei.